Dank u wel. In Gierle zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog 4 geallieerde vliegtuigen neergestort. Een Amerikaanse Liberator op 9 mei 1944, een Britse Handley Page Halifax op 11 september 1944 en nog eens een Amerikaanse Liberator op 18 september 1944. Deze gevallen waren reeds langer gekend en goed gedocumenteerd. Niet alleen waren dit grote bommenwerpers en waren er dus meerdere bemanningsleden aan boord, ook meerdere mensen in Gierle waren hiervan getuigen. Bovendien werden enkele van deze bemanningsleden door het plaatselijke verzet geholpen. Zodoende waren de namen van deze bemanningsleden vrij goed gekend en ook hetgeen er precies gebeurd was. Anders was het met het vierde vliegtuig. Dat was een Amerikaans jachtvliegtuig. Dat was neergestort aan de Voslaarse weg. Toen in 2010 de vliegtuigcrashes in Gierle werden herdacht met de plaatsing van dit monument, kwamen er ook herdenkingspanelen voor elk vliegtuig nabij de crashplaats. Toen was er over dat vierde toestel dus nog niet veel geweten. De plaquette bleef dan ook vaag. Enkele type, een P-51 Mustang, stond toen met zekerheid vast. Die onzekerheid kunnen we dit jaar beëindigen. Het was 10 jaar geleden door de getuigenis van Frans Versmissen dat dit onderzoek eigenlijk werd opgestart. Het gezin van Frans woonde tijdens de oorlog op een boerderij in het domein van het Gielsbos. Als kind had hij gezien hoe in het voorjaar van 1945 een jachtvliegtuig neerstortte in een veld niet ver van hun boerderij. De piloot had zich nog net met zijn parachute kunnen redden. Deze herinnering uit zijn jeugd liet hem niet los. En na al die jaren wilde hij toch eens precies weten wat er gebeurd was. En zo kwam hij bij ons terecht. Bijkomende getuigenis kregen wij ook van Remy en Hendrik Willems. Ondertussen waren wij ook begonnen natuurlijk met het archiefonderzoek. Wij kwamen tot een lijst van 10 mogelijke kandidaten. Maar geen enkel verhaal klopte met hetgeen de getuigen ons vertelden. Zo dus waren wij in 2010 nog niet 100% zeker van de identiteit van het vliegtuig of de piloot en lieten wij dit op het monument voorlopig blanco. Verleden jaar onderzocht een van onze medewerkers, Thijs Hellings van de Plane Hunters, nogmaals de weinige wrakstukken die er nog overgebleven waren van dit vliegtuig. Dat was de ultieme doorvraag. Hij vond een stukje met een bepaald serienummer op waaruit bleek dat dit vliegtuig wel een bijzondere propeller had gehad. Het bleek nu te gaan over een P-51K. Allemaal heel technisch, maar u kan straks de tentoonstelling in een ontmoetingscentrum bezoeken waar alles uit de doeken wordt gedaan in detail. Maar wat belangrijker was, zo'n P-51K, zo bestond er maar 1 op onze lijst met kandidaten. Er werden vlug bijkomende documenten opgevraagd in Amerika en het kopte als een bus, we hebben hem gevonden. Nu alle puzzelstukjes bij elkaar passen, kunnen we de definitieve gedenkplaat aanbrengen. Het blijkt hier dus te gaan om een luitenant Clark Fitz, een piloot in het 402e Fighter Squadron van de 370ste Fighter Group. Deze eenheid behoorde tot de 9e Amerikaanse legerluchtmacht. Zij werden tijdens de Tweede Wereldoorlog gevormd in het Verenigd Koninkrijk met de opdracht de invasietroepen nabij steun te geven, een tactische luchtmacht dus. Op 13 april 1945 steeg luitenant Fitz op vanuit een vooropgeschoven basis, namelijk het vliegveldje in Zwartberg. Uit onze opzoekingen blijkt dat hij eigenlijk niet op een gevechtsmissie was die dag, maar een testvlucht uitvoerde nadat er aan zijn vliegtuig was gewerkt. Een kameraad vloog naast hem mee. Het liep grondig mis. Na een tijdje vliegen brak er brand uit aan zijn motor. Fitz kwam helemaal in moeilijkheden toen hij door de grote centrifugale krachten die er op hem inwerkten, hij er niet in slaagde om met zijn parachute af te springen. Ondertussen was het toestel aan een fatale duik bezig richting Gierle. Pas op het allerlaatste moment en met de grootste moeite kon de piloot uit zijn cockpit loskomen en op het allerlaatste moment zijn parachute opentrekken. Zijn vliegtuig sloeg met een geweld tegen de grond en een grote explosie volgde. Want zelfs was het maar een testvlucht, de vliegtuigen werden wel volledig getankt en bewapend. Fitz was met zijn parachute zo dicht bij de crash gesprongen dat hij aan zijn parachute in de vuurbal dreef.
Hij raakte daarbij zwaar verbrand, maar kwam levend aan de grond. Een ambulance van een legerhospitaal uit Turnhout heeft hem komen ophalen. Zijn verwondingen waren zo zwaar dat hij terug naar de USA werd gerepatrieerd en hij heeft nadien ook niet meer operationeel gevlogen. Na de oorlog keerde Clark Fitz terug naar zijn geboortestad Owego in de staat New York. Hij huurde er in 1945, heeft een gezin gesticht, maar hij is daar in 1969 reeds overleden. Dat was heel in het kort het verhaal van de Mustang die hier in Gierlen is neergestort. We gaan er straks, zoals gezegd, kan u daar op de tentoonstelling nog meer over vernemen. Dank u wel. Dank u wel voor dit fantastische opzoekwerk. Dit is heel aangenaam om te horen.